Glenda Heijkerk is gisteren beëdigd tot directeur van het MI Glis. Heijkerk was in 2019 door voormalig president Desi Bouterse beëdigd tot waarnemend hypotheekbewaarder. Daarnaast is Ganesh Kumar Kanhai beëdigd tot hypotheekbewaarder van het instituut. President Santokhi zegt dat het instituut aan verandering toe is. Het programma van modernisering en automatisering zal versneld moeten worden uitgevoerd. Automatiseren leidt ertoe dat de burger beter bediend wordt, sneller en makkelijker, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheden tot corruptieve handelingen worden verminderd. En vooral de snelheid moet worden verbeterd. Er bereiken ons, niet ons als regering alleen, maar ook verschillende beroepsgroepen, te veel klachten van de trage afhandeling bij het klus. Het 5 dagen wachten op een uittreksel zal tot een verleden moeten gaan behoren. De barrières en vertragingen bij aanbieden van stukken door notarissen en deurwaarders zullen tot een verleden moeten gaan behoren. In nauwe samenspraak met de beroepsgroepen zullen we tot efficiëntere systemen moeten komen om de dienstverlening te verbeteren. We moeten werken naar een modern en geautomatiseerd instituut, bij voorkeur al op een zeer korte termijn. Heijkerk geeft aan dat ze nu officieel de leiding heeft over het instituut en dat haar taken verschillen van die van de hypotheekbewaarder. De nieuwe bewaarder Kanhai zegt dat zijn taken even belangrijk zijn als die van de directeur. We werken natuurlijk met het meerjarenbeleidsplan. We hebben een meerjarenbeleidsplan 2021 tot en met 2022. En je gaat ervoor zorgen dragen dat je natuurlijk ook de regeringsvisie meeneemt. En zoals de president in zijn toespraak heeft aangegeven, gaat het erom modernisering, automatisering. Het MI-GLIS is al daarmee bezig, maar dat zal versneld moeten plaatsvinden. Er komt de evaluatie natuurlijk over de doeltreffendheid, de doelmatigheid en governance van het instituut. En we gaan gewoon aan de slag. Het is eigenlijk de main taak, hoofdtaak van de bewaarder. Erop toezien dat alle informatie dat binnenkomt goed geadministreerd wordt, goed geregistreerd wordt. Maar ook wat alles naar buiten toe gaat aan uittreksels en aan informatie. Omdat het gaat om een heel gevoelige zaak in de zin van administratie. Want alles wat naar buiten gaat, heeft men nodig om op basis daarvan verder te gaan werken. Bijvoorbeeld alle actes die je afgeeft of afschriften die je afgeeft. Daar, op basis daarvan werken de notariaten. Toch? Die verder gronden gaan overdragen, beslagen gaan of banken die royalementen moeten plegen. Dus dat zijn zaken die allemaal belangrijk zijn. Het moet goed zijn, men moet erop kunnen rekenen. Ganesh Kumar Kanhai en daarvoor Glenda Heijkerk. Ze zijn gisteren door president Santokhi beëdigd tot respectievelijk hypotheekbewaarder en directeur van het MI-GLIS.